Het is trouwens wel wijs om als je zo'n bericht te horen hebt gekregen, om dan je leven nog eens goed onder de loep te nemen. En om waar nodig drastische maatregelen te nemen. Zo ben ik met een aantal mensen radicaal gekapt. En dat bevalt hen uitstekend. Het is wel verstandig om niet gelijk met iedereen radicaal te kappen. Het is wel erg verleidelijk hoor, moet ik zeggen, als je er een keer lekker in zit. Maar dat kun je toch beter niet doen. Nee, want niet alleen moet je van je vrienden hebben, je vrienden moeten het ook van jou hebben. Net zo goed. Zo heb ik een heel goede vriend. En die vriend van mij heeft maar één been. Maar verder ziet hij er wel netjes uit. Maar dat been, dat moest hem worden afgezet om een of andere reden. En nu heeft men bij mijn vriend toch per ongeluk het verkeerde been afgezet. Ja. Zodat hij straks nog een keer onder de mes moet en hij ook zijn andere been zal moeten missen. Nou, toen ik dit bericht te horen kreeg, dacht ik echt, wat is hier nou in hemelsnaam de zin van? Ja? Waarom krijgt iemand die toch al de pech heeft een been te moeten missen, ook nog eens de pech dat hem het verkeerde been wordt afgezet? En met dat ik met deze gedachten kwel bezig was, viel mij het antwoord in. Dat is... omdat wij niet in de hemel zijn. In de hemel wordt altijd je goede been geamputeerd. Ja. Maar hier op aarde gaat het anders. Hier is het leven lijden. Dat is een ongelooflijke domme theologische redenering. Zei me laatst een dominee na afloop van de voorstelling. Het zou best kunnen hoor, dat de dominee daar gelijk aan heeft, dat het theologisch gezien ontzettend dom is. Ik denk wel dat de dominee gelijk heeft, want uiteindelijk weten protestanten veel en veel meer van de Bijbel dan katholieken. Ze snappen er wat minder, maar ze weten er veel meer van. Het probleem is alleen, als je heel veel van iets weet, hou je geen verstand meer over om het ook nog eens te begrijpen. Hè? Dat is het probleem. Ja, het is natuurlijk ook wel onzin om te beweren dat iemand die katholiek is, dat die dan per definitie goed bij zijn hoofd is. Ja, dat is natuurlijk de grootste flauwekul die er is. Integendeel zelfs, dat durf ik rustig te zeggen, iemand die katholiek is, is zeer hoogstwaarschijnlijk niet goed bij zijn hoofd. Maar iemand die niet katholiek is, is in ieder geval niet goed bij zijn hoofd. Het katholicisme geeft nog een heel klein sprankje hoop. Het enige en hoogst haalbare wat een mens in zijn leven mag verwachten. Nou, dit soort dingen bedenk je allemaal als je niks te doen hebt.